Hey jongens, ik ben weer Dennis Danske en vandaag heb jullie weer een nieuwe video. En in de video van vandaag heb ik het met jullie over de map Dome uit Monopoly 3 en de map Strike Zone uit Call of the Ghosts. Want uh, toevallig had ik laatst een video bij Nature gezien en die had het over deze twee mappen en die zei dat beide mappen precies hetzelfde waren. En ik vond het enorm raar want ik heb Strike Zone veel gespeeld, ik heb Dome nog veel meer gespeeld. En ik zag totaal niet de gelijkenis. En toen ik die video ging kijken, toen zag ik dat ze inderdaad hetzelfde waren. Dus ik denk, ik maak er ook een video over. Want ik vond het best wel interessant. Dus alle credits gaan naar um, Nate Shot. Want bij hem heb ik het te zien. Ik wil niet zeggen dat hij de eerste is die het heeft gemerkt. Maar in ieder geval bij hem heb ik het te zien. Dus uh, nu zie je de overview van de map. En als je deze nou een kwartslag draait, dan zie je dat de map eigenlijk in grote lijnen hetzelfde is. En um, als je dan zo kijkt, dan zou je zeggen, ja, dit lijkt wel hetzelfde. Het hoeft nog steeds niet precies hetzelfde te zijn. Maar zometeen zal ik ook door de map heen lopen en dan zul je ook merken dat de, de map inderdaad gewoon hetzelfde is ingedeeld. De layout van de map is hetzelfde, alleen hij lijkt niet hetzelfde omdat hij gewoon grafisch er totaal anders uitziet. Dus we zullen nou even door de map heen lopen. Nou, ik heb geprobeerd om in beide games precies dezelfde route te lopen. Soms is dat niet helemaal 100% goed gegaan. Maar ik heb geprobeerd in grote lijnen om toch ongeveer dezelfde route vast te houden. En zoals je al gelijk kunt zien, niet alle voorwerpen zijn natuurlijk hetzelfde, maar de indeling is hetzelfde. Dus zie je in in MonoV3 is de container in Call of Duty Ghost een, een busje. En hier zie je een jeep bij Monopoly 3 en dat is dus gewoon een stapel Rosso bij Call of the Ghost. Maar in ieder geval als je bij Call of the Ghost het restaurant inloopt, dan uh, zie je een lange gang. En dat is eigenlijk dezelfde lange gang als die je in Monopoly 3 bij Dome kent, want iedereen kent eigenlijk die lange gang wel. En als je dan vervolgens linksaf gaat, dan kom je bij de B-vlag uit. En bij beide games is daar de B-vlag geplaatst. Het is niet zo dat uh, alle vlaggen op dezelfde plekken geplaatst zijn, want uh, de volgende vlag die zul je daar zien, die is bij Monopoly 3 op een andere plek dan bij Call of the Ghost. Het is dat dit geen domination match is. Anders kon je het ook echt zien. Dus uh, dat is een beetje stom voor mij. Maar nu, als je naar buiten loopt, dan zie je hier uh, twee jeepjes staan. op van 3. En dat is ook gewoon bij Call of the Ghost weer iets anders. Het is gewoon een stapel rotzooi. En als je dan verder kijkt, dan zie je daar een tank staan. En dat is uh, een of ander raar kraampje. Of zijn kassa's of zo. Een ghost. Verderop zie je hier ook weer jeepjes staan. En dat is ook een kraampje in Call of the Ghost. En op zich wel grappig, want in. Um... In Mono 3 staat heel veel mensen achter die jeepjes te campen. En in Call of the Ghost zijn heel veel mensen dat achter de kraampje. Dus instinctief weten mensen toch dat het dezelfde spot is. In ieder geval, uh, zoals je nou kijkt, hier is eigenlijk normaal de vlag bij Mono 3. Nou, bij Call of the Ghost is hij hier buiten, dus hij is iets verplaatst. Maar um, hier zien we eigenlijk alweer de doom of het stadion. In principe is het hetzelfde. En bij Mono 3 en uh, Ghost kunnen je, je, je kunt naar het midden lopen. En dat kan bij, of dat kan bij beide games, kan dat. En uh, dan zullen we even naar het, naar het midden van de map lopen en dan zul je het ook zien. En uh, het is zo, de Mono 3 map is in het midden ruimer en groter. Of in ieder geval dat lijkt het op, dat wil niet zeggen dat hij dat ook echt is. Maar volgens mij uh, is hij dat wel. En uh, ja, je ziet natuurlijk die, die deur hier niet zitten. Verder is er eigenlijk geen verschil in heel deze map. Zo zie je ook die, uh, die verhoging. Die zul je zullen zeggen van ja, waar is die nou? Nou ik zal even laten zien, als we door die dome heen lopen, dan komen we weer in het midden uit. En dan zie je dadelijk ook links die ladders staan. En die ladder zit er ook gewoon in Call of the Ghost, alleen die ladder zit daar op een vrachtwagen. En als je dan via die vrachtwagen naar boven klimt, dan kom je eigenlijk op ongeveer dezelfde spot uit. Want bij Modern Warfare 3 zit je dan, uh, ja weet ik hoe je dat ding wil noemen, een soort van balkon, je hebt overzicht. En bij Call of the Ghost is het zo, als jij die gang uitloopt, kom je het midden uit. Dus in principe is het hetzelfde, want bij Modern Warfare 3 kun je dan niet echt naar het midden toe lopen, maar je kunt op het midden, uh, kun je aimen en bij Call of the Ghost kun je ook daadwerkelijk naar het midden lopen. Die andere hop-up die je bij Call of the Ghost ziet, dus de andere dingen waar je op kan klimmen, is gewoon weer die andere ladder in Monopoly 3. Dus in grote lijnen is de map eigenlijk hetzelfde. Ik hoop dat jullie dit een beetje hebben kunnen volgen, want het ziet er misschien een beetje raar uit. En soms is het niet helemaal 100% goed uh, gesynchroniseerd, want ik probeerde echt precies hetzelfde te laten zien. Maar dat is dus uh, soms niet gelukt. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En uh, ja, ik hoop dat jullie nou uh, weer wat nieuws weten. Laat in de comments even achter of jullie dit al wisten, of jullie het al hadden gezien bij Nature, of dat jullie hetzelfde al hadden gemerkt. In ieder geval, als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En dan zie ik jullie van een keer weer. Houd